wij vatten aan met agenda eerst twee vragen aan minister Matthias Diependalen, Vlaams minister van Begroting en Financiën, Wonen en Onroerend Erfgoed. De eerste vraag is van meneer Van Rompuy over de impact op de begroting van de financiering van investeringsprojecten in het kader van het herstelplan. Meneer Van Rompuy heeft het woord. Ja, dank u meneer de voorzitter. Goedemiddag meneer de minister. Ik had de volgende vraag voor u, namelijk: we hebben in het kader van de relancemaatregelen als Vlaanderen voorzien dat we 4,3 miljard euro zullen investeren in de komende twee jaar tot 2023 en die budgetten dus over die twee jaar heen in te zetten. Een deeltje daarvan, van die middelen, zullen we halen uit de Europese fondsen. Wat we daar niet uit kunnen halen, zullen we uit eigen middelen investeren in de Vlaamse economie en de Vlaamse maatschappij. Die middelen die zijn voorlopig grosso modo voorzien op een provisie in de begroting om dat allemaal mogelijk te maken. En stilaan beginnen die projecten ook concreet te worden en in gang gestoken te worden. En mijn vraag gaat eigenlijk niet zozeer over de korte termijn, maar over de lange termijn. Omdat sommige van die relanceprojecten, die kan je gemakkelijk stopzetten, eenmaal ze afgerond zijn. Maar sommige projecten, en dan gaat het in het bijzonder over infrastructuurprojecten, het duurt een tijdje voor je die in gang kan zetten. Je hebt de aanbestedingen die moeten gebeuren, projecten moeten vergund worden. En pas dan komen ook de facturen en de aanrekeningen in de begroting. Eenmaal die projecten op gang zijn, ja, kan je ook niet meer die annuleren of stopzetten, omdat je bijvoorbeeld een timing of een budget zou overschrijden. En daar gaat meer specifiek mijn vraag over. Namelijk, op dit ogenblik zitten de investeringen die we doen voor de relance buiten wat men noemt de begrotingsdoelstelling. En je zou grosso modo zou je kunnen zeggen dat het gaat over de eenmalige relance maatregelen. De recurrente die zitten binnen de begrotingsdoelstelling. En mijn vraag is, stel in 2023, we hebben bepaalde projecten die langer duren dan de voorziene datum. Wat gaan we daar dan begrotingstechnisch mee doen? Zullen we die ook dan nog buiten de begrotingsdoelstelling houden? Of kijken we daar op een andere manier naar? En hoe zullen we die begrotingstechnisch verwerken? Zal dat dan blijvend met een provisie zijn? Of komen die op een reguliere manier in de begroting? Ik denk dat het belangrijk is om dat te weten als we later het debat zullen hebben over hoe kunnen we op termijn iets doen om terug de overheidsfinanciën onder controle te krijgen. En dan ten tweede, stel je zet een bepaald infrastructuurproject in gang, je bepaalt daarvoor een bepaalde prijs, een raming, maar achteraf blijkt, kijk maar naar Oosterweel, dat de kosten toch wel heel wat hoger oplopen dan aanvankelijk geraamd. Ja, wat doen we daar dan mee? Begrotingstechnisch, houden we die opnieuw verder buiten de begrotingsdoelstelling? Of gaan we die dan vanaf een bepaalde periode wel opnemen in de begroting? Of heeft u bepaalde afspraken binnen de regering over wat u zal doen als er budgetoverschrijdingen zouden zijn? Eenmaal de periode voor de relance, dus tot 2023, zoals ik het begrepen heb, zou verstreken zijn. Voilà, dat is mijn vraag ter verduidelijking aan meneer de minister. Dank u wel, meneer Van Rompuy. Meneer Van Rompuy, mag ik u erop attent maken dat kennelijk uw camera verkeerd staat ingesteld? Voor mij is dat geen probleem. U bekijkt het allemaal uit een vreemde hoek, een beetje. Ja, voilà. Is dat beter? Dit er veel beter. Minister. Voilà. Opgelost. Dank u wel. Dank u wel voor uw vraag, meneer Van Rompuy. Want zeker voor begrotingstechnici is dat een belangrijke vraag. Het is een eerder kort antwoord, maar daarom niet van minder belang. Dus uw eerste vraag
De volledige 4,3 miljard euro die op een provisioneel krediet werd ingeschreven ter uitvoering van het relanceplan Vlaamse Veerkracht werd bij de begrotingsopmaak 2021 buiten de begrotingsdoelstelling gehouden, zoals u zelf aangeeft. Het lijkt mij evident dat de werkelijke betaaluitgaven die de komende jaren hieruit zullen voortvloeien ook buiten de begrotingsdoelstelling gehouden zullen worden. U weet dat we daar zeer duidelijk de afspraak hebben dat de vastleggingen moeten gebeuren in 2021 en 2022. Dat zijn de vastleggingen. Maar betalingen kunnen gebeuren tot 2026. En dus zal er tot 2026 daar een deel buiten die begrotingsdoelstelling worden gehouden. De provisie van 4,3 miljard euro werd ingeschreven op basis van kostenramingen van de onderliggende 158 Vlaamse relanceprojecten. Indien zou blijken dat de werkelijke kosten voor een bepaald project na de effectieve gunning lager uitvallen dan geraamd, dan zal er voor dat project in kwestie minder vastgelegd worden bij de gunning en logischerwijs ook minder vereffend worden als de facturen worden ingediend. Dan is er wat onderbenutting, waar we hier al regelmatig over hebben gesproken. We verwachten dat ook en dat is ook helemaal niet. Ik begrijp in een zekere zin wel dat dat vanuit een normale economische logica soms moeilijk te vatten is, maar dat is de normale gang van zaken, dat er op dergelijke projecten, zeker de omvang waar het hier over gaat, de snelheid waarmee dat we die ook van start laten gaan, dat je daar een deel die inschatting nodig hebt om klaar te kijken, maar dat we dus een deel onderbenutting zullen hebben, dat is de logica zelf. Dan uw tweede vraag. Voor de monitoring en rapportering van de relanceprovisie werden dus 158 Vlaamse projecten als basis genomen. Voor elk van de 158 Vlaamse projecten wordt er een aparte basisallocatie gecreëerd, waarbij in de omschrijving naar relancebudget en het projectnummer verwezen wordt. Dus we hebben dat zeer duidelijk aangegeven in de begroting, dat je gemakkelijk die punten daar kan uithalen. De projecten zullen dus een specifieke oormerking krijgen in de begroting met het oog op een uniforme en transparante rapportering. Dus zeker ook ten behoeve van het parlement is dat heel gemakkelijk. De 158 projecten werden vervolgens in 34 thematische clusters onderverdeeld. En van die 34 clusters werden er 19 geselecteerd voor de Vlaamse inbreng voor het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht dat bij de Europese Commissie zal worden ingediend met het oog op het bekomen van financiering uit het Europese Herstelfonds. Dus dat is de discussie die we al gehad hebben over het feit dat we daar maar een deel, de 130% en zo, indienen bij Europa. Ik zal trouwens ook, we zullen daar vandaag nog voor zorgen dat jullie die projecten allemaal krijgen. We hebben die allemaal samengevat. Dat is redelijk werken, maar we zullen jullie dat meedelen. Dus we zullen dat aan de commissiesecretaris bezorgen dat jullie ik denk dat in Excel is dat opgelijst is. En daarnaast ook de mededeling. En de mededeling die daaraan gekoppeld was, geeft mee hoe de projecten, de monitoring zal gebeuren. We zullen met een taskforce werken, een directiecomité, ook het maatschappelijk en economisch relatiecomité zullen betrokken worden bij die monitoring. Hoe dat zal verlopen is zeer duidelijk omschreven in die mededeling. En die zullen we jullie ook deze namiddag nog bezorgen. En dan uw laatste vraag. De 4,3 miljard euro is een gesloten enveloppe. Gebeurlijke kostenoverschrijdingen op een bepaald project zullen gecompenseerd moeten worden op projecten waar de werkelijke kosten lager liggen dan geraamd of worden opgevangen op de reguliere kredieten van de betrokken minister. Dus laat dat duidelijk zijn. In die zin speelt natuurlijk de responsabilisering van de verschillende ministers om hun projecten binnen die krijtlijnen te houden als die vooropgesteld zijn. Dat lijkt mij ook de meest verstandige manier van werken. Hè. Anders is het hek helemaal van de dam. En dat zou nu heel onverantwoord zijn. In zaken de Europese tussenkomst vanuit het herstelfonds zullen kostenoverschrijdingen ook niet resulteren in een grotere Europese tussenkomst. Dat is ook evident. Europa koppelt de uitbetaling vanuit het herstelfonds immers niet aan gemaakte en bewezen kosten, maar aan het behalen van vooraf bepaalde mijlpalen en doelstellingen. Daar hebben we het in het verleden ook al gehad over dat Europese luik. En ik vermoed dat ik daarmee al uw vragen heb beantwoord. Dank u wel, minister. Meneer Van Rompuy. Ja, dank u meneer de minister voor uw duidelijk antwoord. Dus als ik het goed begrepen heb, voor de projecten die qua timing 2023 overschrijden, die zullen buiten de begrotingsdoelstelling gehouden worden. En de projecten die een budgetoverschrijding kennen, die zullen moeten gecompenseerd worden binnen de budgetten van de begroting, binnen de
budgetten van de betrokken minister in de reguliere begroting. Zo heb ik het althans begrepen. Dan kijk ik ook uit naar de lijst van projecten die u ingediend heeft bij de Europese Unie en die we deze namiddag nog zullen krijgen. En ik heb nog een laatste vraag. U zei dat daar ook een vorm van monitoring zal aan toegevoegd worden. Misschien kan u al even toelichten hoe dat juist in zijn werk zal gaan. Omdat ik zelf ook aan het kijken ben hoe we vanuit het parlement, u had zelf een suggestie gedaan, een goede opvolging kunnen doen van hoe dat deze middelen besteed worden. Maar ik begrijp dat u zelf ook met een soort van monitoring systeem zal naar voren komen. En ik heb trouwens ook begrepen dat de projecten die vanuit de Europese Unie zullen goedgekeurd worden, dat daar natuurlijk vanuit de Europese Unie zelf ook een zeker toezicht op zal plaatsvinden. Dus misschien nog een laatste vraag. Kan u al iets zeggen over hoe dat u de monitoring juist in zijn werk zal laten gaan? Dank u. Dank u wel, meneer Van Rompuy. Zijn er collega's die wensen aan te sluiten? Ik zie al meneer Koel. Meneer Koel. Ja, dank u voorzitter. Ik wou een beetje aansluiten bij die laatste vraag van collega Van Rompuy naar de monitoring. Want ik denk dat we het allemaal eens zijn dat dat relanceplan zeer belangrijk is. En het is nu zaak om het ook uit te voeren. En die uitvoering ja, die wordt best nauwkeurig en transparant opgevolgd via een goed monitoring systeem. Ik begrijp dat we dus nog een soort vision of een nota krijgen waarin daar al wat meer toelichting over gegeven wordt. Maar ik vroeg me ook af hoe dat we de opvolging van uitvoering van het relanceplan moeten samenleggen met de rapportering, het kaderdecreet grote projecten. Dat hier ook, denk ik, eenmaal per jaar gebracht wordt. Gaat dat daarin vervat zitten of is dat een aparte monitoring? Zit dat er deels wel in, loopt dat volledig parallel? Dus als u daar eventueel ook wat meer duiding zou kunnen bijgeven. Dank u wel. Dank u wel, meneer Koel. Als er geen andere tussenkomsten meer zijn, geef ik het woord terug aan de minister. Ja, dank u wel. Wat de laatste vraag betreft, dat wordt apart gehouden. Dus ik denk dat dat ook voor de duidelijkheid alleen is. We gaan er niet te veel mogen vermengen om zeer duidelijk aan te geven waar dat we die relance juist in zien. En ook vanuit begrotingstechnisch en ook wat politiek standpunt, dat het relancebedrag, die 4,3 miljard, dat eenmalige uitgaven zijn. Dus laat ons dat niet te veel vermengen met recurrente uitgaven. En meneer Van Rompuy heeft in zijn vraagstelling ook zeer correct weergegeven. Wat recurrent is, hoort natuurlijk thuis in de begroting. Wat dat niet is, en dus eenmalig is, over 2 jaar gespreid weliswaar, houden we apart. Daar al te veel tussen gaan vermengen, dat lijkt mij geen verstandige zaak. Dus we houden die best zoveel mogelijk gescheiden. Wat die opvolging betreft, dat is, laat dat heel duidelijk zijn, ja, dat is een positieve oproep van mij naar het parlement om daar zijn rol te spelen. De vraag is al, en ik begrijp die vraag voor alle duidelijkheid, is al een paar keer gekomen van meneer Van Rompuy met name, voor een soort uitgavendoorlichting van dat relancebudget. Maar natuurlijk, laat ons hopen dat we in de toekomst zo geen relanceplan meer moeten doen, dat we dat niet meer moeten doen. En dan heeft het natuurlijk kunnen we altijd bijleren naar reguliere investeringen, maar dan heeft het weinig zin om daar echt een uitgavendoorlichting in de zin van een spending review op los te laten. En is het veel belangrijker dat we tijdens het relanceplan zelf voortdurend opvolgen. En vandaar dat wij inderdaad een monitoring, ik zal het u even kort toelichten wat dat is, maar het is ook wel een positieve oproep. Ik denk dat het parlement daar ook zijn rol te spelen heeft om daar die debatten aan te gaan over waaraan dat we die 4,3 miljard besteden. En dus dat is dan ten aanzien van de verschillende ministers om daarmee daarover in debat te gaan. Dus er wordt 3 keer per jaar wordt de uitvoering van de projecten uit het volledig uitgewerkte relanceplan opgevolgd door een directiecomité. Dat directiecomité bestaat dan uit kabinetsadviseurs per minister en 11 leden van het voorzitterscollege. Zij bereiden de taskforce voor en waakt dus over een optimale uitvoering van het relanceplan en een correcte monitoring daarvan. Voorafgaand aan elke taskforce wordt het monitoringrapport besproken in het maatschappelijk en economisch relancecomité. Dus u herinnert die zich nog, hè, van mei, juni. Die hebben daar ook een rol te spelen. De taskforce zal dan bestaan uit de leden van de Vlaamse regering, de voorzitters van de 2 relancecomité's, de voorzitter en ondervoorzitters van de SERF, de voorzitter van het klimaatexpertenpanel en een vertegenwoordiging vanuit het voorzitterscollege.
en met de voorzitter en de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting als vaste leden. En in functie van de agenda kan de minister-president oordelen over de opportuniteit van eventuele extra uitnodigingen van andere leidend ambtenaren. En dat hangt een beetje vanaf wat er precies op dat moment in dat monitoringrapport aan bod komt. De taskforce fungeert als overleg- en supervisieorgaan en waakt over de uitvoering van het relanceplan. De taskforce komt 3 keer per jaar samen, evalueert de monitoring en de bereikte resultaten en stuurt bij waar nodig. De administratie staat dan in voor een concrete uitvoering. Het voorzitterscollege zorgt op ambtelijk niveau voor voldoende afstemming. En die oefening wordt ambtelijk getrokken door het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en het departement Financiën en Begroting. Dus minister-president en mezelf, administratief dan. Die samen de krachten bundelen in een gemengde projectgroep met vertegenwoordiging van de betrokken beleidsdomeinen. Dat is eigenlijk het samenvattende deel, het governance deel van de mededeling die we samen zullen doorsturen met die 158 projecten. Daar staat ook nog verder meer informatie in over, het is heel kort hoor, het is maar 4 pagina's, over de inhoudelijke focus op de monitoring, de aanpak en zelfs een procesflow, de timing en dergelijke meer. Staat er ook in beschreven. Dus we zullen dat u deze namiddag nog bezorgen samen met de lijst, zoals beloofd. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, minister Dippendalen. Meneer Van Rompuy, voor uw slotrepliek. Ja, dank u, meneer de minister. Zeker het monitoringsysteem vind ik heel interessant. Zoals ik zei, ik ben zelf aan het werken aan een manier hoe we als parlement dit verder kunnen opvolgen. En misschien kunnen we wel een koppeling maken tussen de plannen die ik aan het uitwerken was en wat ik net van u hoor, namelijk dat er 3 keer per jaar een rapport wordt opgemaakt. En misschien kunnen we die mensen dan ook uitnodigen in het parlement, in deze commissie, om telkens maar wat toelichting te geven, zodat we vanuit het parlement ook kort op de bal kunnen spelen en ervoor kunnen zorgen dat de middelen op een efficiënte manier besteed zullen worden voor deze relance. Voilà. Ik dank de minister voor zijn antwoord. Dank u wel, meneer Van Rompuy. Daarmee is deze vraag om uitleg afgehandeld en komen we aan de volgende vraag van meneer Boutuyne aan minister Dippendalen over de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing. Meneer Boutuyne, hier is het woord. Dank u wel. De roerende mag ook, voorzitter, maar ik ga ervan uit dat we het in dit kader over de onroerende gaan hebben. Een korte vraag, en dank u wel om te gast te mogen zijn in deze eminente commissie, over de onroerende voorheffing dus, die gebaseerd is op het KI, zoals iedereen weet. De minister heeft al voor flexibiliteit gezorgd door betalingsuitstel te verlenen vorig jaar, renteloos ook. Dat heeft ook zuurstof gegeven aan heel wat ondernemers en bedrijven in Vlaanderen, zonder dat dat daarop een aanslag op de kas was van de overheid. Dus dat was een heel goede en slimme maatregel. Maar misschien is er toch nog iets meer mogelijk voor bepaalde categorieën. Ik had daar een schriftelijke vraag over gesteld, over onroerend goed dat gedurende een bepaalde periode blijft leegstaan en geen inkomsten genereert, met andere woorden improductief is, waarbij nu al de maatregel eigenlijk bestaat dat die onroerende voorheffing proportioneel kan worden verminderd. De voorwaarden verschillen daartoe naar lang het soort onroerend goed, maar bijvoorbeeld voor de evenementensector, feestzalen, evenementenhallen en dergelijke meer, lijkt dit wel een interessant gegeven te zijn. De voorwaarden komen hierop neer dat het niet bemeubeld moet zijn. Minstens 90 dagen improductief in het aanslagjaar. En helaas zitten we ver voorbij die 90 dagen voor bepaalde sectoren. En dan is er nog een voorwaarde over de improductiviteit die dan langer dan 1 jaar duurt. Dat moet aangetoond worden dat die onvrijwillig is. En ook daar, denk ik, kunnen we het erover eens zijn dat de improductiviteit onvrijwillig is in deze coronacrisis. Dus vandaar, meneer de minister, de vraag van, kijk, voldoet bijvoorbeeld de evenementensector, maar ook andere sectoren die met leegstaande bedrijfshallen of bedrijfsgebouwen geconfronteerd zijn, effectief aan die voorwaarden en kunnen die dus beroep doen op de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing zoals die bestaat. Kan er eventueel een uitbreiding zijn in het kader van de crisis van die proportionele vermindering toegekend aan gebouwen die op dit moment geen inkomsten genereren, leegstaan en ja,
moment dat dit coronacrisis veroorzaakt is, ook te wijten is aan overmacht. Zo ja, waarom wel, waarom niet? Kan er hieromtrent een duidelijke communicatie opgezet worden, zodat de bedrijven die in aanmerking komen ook effectief gebruik kunnen maken van de maatregel? Kan u een inschatting geven van de eventuele budgettaire gevolgen en over hoeveel Vlaamse ondernemingen het zou gaan? En als deze maatregel effectief breed gebruikt zou worden, zou er ook een compensatie voor de lokale besturen kunnen georganiseerd worden wat betreft hun inkomsten in deze. Meneer de minister. Micro, minister. Excuus. Dank u wel, meneer Botuyne, voor de vraag ook. Welkom in de commissie trouwens, ook al is het om centen te komen vragen. Dat doen gasten hier meestal. We hebben het vorige week gehad over steun aan de evenementensector en dan meer bepaald over de manier waarop dat die worden aangerekend op de begroting. En dat ging over de voorschottenregeling, hoe dat die dan geboekt werd, zogezegd. Nu gaat het over een meer specifieke maatregel, maar laat mij zeer duidelijk zeggen, en het is gewoon voor de duidelijkheid, niet dat u dat beweert, maar die proportionele vermindering die het onderwerp is van uw vraag, is natuurlijk geen coronamaatregel. Hè. Dat bestaat al tientallen jaren. Hè. Dus het is niet specifiek naar aanleiding van corona dat het is uitgewerkt. Helemaal niet. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet in een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing als het kadastraal inkomen van een gebouw proportioneel kan worden verlaagd. Dat laatste is het geval indien een gebouw een gedeelte van het aanslagjaar heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht. De vermindering is proportioneel in functie van het aantal maanden dat de leegstand en improductiviteit geduurd heeft en kan toegekend worden indien aan een aantal decretaal opgelegde voorwaarden voldaan is. Het moet gaan om een niet gemeubileerd gebouw, gebouwd onroerend goed, dus niet gemeubileerd gebouw onroerend goed. De improductiviteit moet tijdens het aanslagjaar minstens 90 dagen geduurd hebben en de periode van leegstand en improductiviteit mag niet meer bedragen dan 12 opeenvolgende maanden, rekening houdend met het vorige aanslagjaar. Wanneer de improductiviteit langer duurt dan een jaar, kan enkel proportionele vermindering worden toegekend wanneer wordt aangetoond dat de improductiviteit onvrijwillig is. Het gaat dus om een uitzonderingsbepaling die jaarlijks tijdig moet aangevraagd worden. De belastingplichtige heeft tijd om een aanvraag in te dienen tot 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor hij een proportionele vermindering aanvraagt. Excuus. Dus voor de aanslagbiljetten voor aanslagjaar 2020, sorry, betekent dit dat de belastingplichtige tijd heeft tot 31 maart 2021, dus eind deze maand. Geef volledigheidshalve mee dat de gewone bezwaartermijn van 3 maanden geldt indien de belastingplichtige het aanslagbiljet ontvangt in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt. Is die vermindering nu van toepassing op de evenementensector? Zoals ik al aangaf, is het geen specifieke coronamaatregel. De maatregel is dus van toepassing op alle onroerende goederen die aan de decretale voorwaarden voldoen. En er zullen vermoedelijk wel onroerende goederen uit die sector zijn die aan de voorwaarden voldoen, maar er zullen er zeker ook zijn die er niet aan voldoen. Gesloten of niet toegankelijk zijn omwille van de coronamaatregel is op zich niet voldoende. Of er voldaan is aan de decretaal opgelegde voorwaarden, wordt dossier per dossier bekeken en beoordeeld door de administratie. Ja, dus zij bekijken dat, wat dat de correcte gang van zaken is. Die criteria liggen decretaal vast en zullen, of beter gezegd kunnen, zonder decretaal ingrijpen, niet op een andere wijze worden beoordeeld, louter omwille van de coronasituatie. Het gaat hier om feiten die gestaafd moeten worden met bewijsstukken. Ik heb in het antwoord op uw schriftelijke vraag ook cijfers opgenomen over de betaling van die onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020. Op het eind van 2020 was het 90,22% betaald. Eind 2019 was dat 91,14%. Dus dat is minder dan een procent verschil. 90,22 op het einde van 2020, op het einde van 20. En op het einde van 19 was dat 91,14. Ik heb uiteraard geen gegevens per sector, maar als we enkel naar de rechtspersonen kijken, dan blijkt dat er op het einde van het jaar slechts 2,6% minder betaald werd voor aanslagjaar 2020 in vergelijking met aanslagjaar 2019. Er zijn wel iets meer aanvragen voor een afbetalingsplan, maar ook dat verschil is beperkt. Het gaat om 0,22% van de aanslagbiljetten voor aanslagjaar 19 versus 0,33 voor 20. Dus 0,22 in 19, 0,33 in 20. In absolute cijfers gaat het trouwens in 19 waren het 412 aanvragen, in 20 waren het 663 aanvragen.
Nu, we zijn er ons zeer goed van bewust dat de problemen bij de evenementensector natuurlijk groot zijn, maar ik denk dus niet dat de onroerende voorheffing het grootste struikelblok is. En ook op dat vlak wordt ondersteuning geboden, zoals het later verzenden van de aanslagbiljetten, soepel toestaan van afbetalingsplannen en betalingsuitstel via het kwijtschelden van nalatigheidsinteressen, voor zover er uiterlijk op 30 april 2021 wordt betaald, maar een vermindering op een andere wijze gaan beoordelen, kan niet zonder decretaal ingrepen. De Vlaamse regering heeft voor bedrijven naar aanleiding van de economische gevolgen van deze pandemie talloze specifieke ondersteuningsmaatregelen genomen die effectiever zijn om deze sector, of deze sectoren de nodige ademruimte te geven. Uw bijkomende vragen zijn dus eigenlijk zonder voorwerp op basis van die redenering, maar ik kan er heel kort wel even op ingaan. Wat betreft de communicatie op de website van de Vlaamse overheid kan iedereen alle nodige informatie vinden over de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing. Wat de begroting betreft, vermoedelijk zullen er iets meer aanvragen voor proportionele vermindering worden ingediend. Aangezien de aanvraagtermijn nog loopt tot 31 maart 2021, kan ik daar nu nog niet op vooruitlopen. Dus we hebben daar nog geen definitief cijfer van. En om u een idee te geven over hoeveel aanvragen we spreken in een normaal aanslagjaar, geef ik u alvast de cijfers van het aantal ingediende aanvragen voor proportionele verminderingen mee voor de aanslagjaren 18 en 19. Het ging dan voor rechtspersonen en natuurlijke personen samen, respectievelijk om 5200 en 5000 aanvragen. Dus 5200 in 18, 5000 in 19. Ten slotte, er worden voor proportionele verminderingen geen compensaties voorzien voor de lokale besturen. Gederfde inkomsten kunnen maar gecompenseerd worden indien hiervoor een decretaal kader voorzien is. En dat is voor die vermindering niet het geval. De grootorde waarover het hier gaat, weten ze dan natuurlijk ook in te schatten bij het opstellen van hun eigen begroting. En leidt dat dus niet tot grote onverwachte problemen. Dank u wel. Dank u wel. Minister, meneer Boutruyne. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, minister, voor uw omstandige antwoord met heel wat cijfers. Maar dat zal eigen zijn aan de commissie, ongetwijfeld. Ik denk dat het op zich een interessant gegeven is dat voor heel wat bedrijven toch wel nuttig kan zijn. De voorwaarden ken ik had ze ook min of meer verwerkt in mijn vraagstelling. De enige waar wat discussie over kan bestaan misschien is het al dan niet gemeubeld zijn van een ruimte. We kennen allemaal feestzalen, evenementenhallen. Daar staat vaak geen vast meubilair in, buiten misschien in een hoek een toogmeubel. Ik ga ervan uit dat dergelijke zalen die inderdaad een jaar improductief zijn geweest, geen vast meubilair hebben buiten die ene toog in een hoek ongeveer. En de toiletten om de hoek, als het ware. Dat die in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor een proportionele vermindering, dat een type voorbeeld zou kunnen zijn. In het verlengde daarvan, er zijn natuurlijk ook heel wat zaken die gemengd zijn. Je hebt restaurants met een vast meubilair, die dan misschien niet in aanmerking komen volgens de redenering die in het decreet vervat zit, maar die daarachter een uitgebreide feestzaal hebben. Kan men een aanvraag tot vermindering indienen dan voor bijvoorbeeld die feestzaal en niet voor het restaurant aan de voorkant van de zaak? Het is inderdaad een gewone, reguliere maatregel, maar die misschien nu, dit jaar, wel eens voor heel wat bedrijven toch nuttig zou kunnen zijn. Plant u hieromtrent nog enige bijkomende communicatie, misschien in overleg met ondernemersorganisaties of sectororganisaties, zoals in de eventsector op dit moment er wel eentje is die heel actief is. En drie, u nodigt ons eigenlijk uit tot een decretaal initiatief, begrijp ik, om eigenlijk die voorwaarden aan te passen om er alsnog een steunmaatregel voor te maken, maar daarvoor luister ik naar de collega's in de commissie of dat daar draagvlak zou voor bestaan. Dank u wel, meneer Boutruyne. Zijn er collega's die wensen aan te sluiten? Ik zie er geen. Meneer de minister. Ja, dank u wel voor de reactie. Meneer Boutruyne, u bent de wetgevende macht. Ik ken mijn plaats, dus u moet maar zelf zien waar u initiatief wilt toenemen. Ik ga geen verdere uitspraken doen over de beoordeling, omdat dat natuurlijk een taak is van de administratie. Hè. Ik denk niet dat het u verwacht dat de minister al dan niet uw wetgeving trouwens gaat gaan bijsturen of wat dan ook. Dus ik denk dat dat een te beoordelen is aan de administratie op basis van de feitelijkheden. De opdeling. Als het een globaal KI is,
Dan zal dat niet gaan als het een apart KI is, natuurlijk wel. En dat hangt een beetje af hoe dat het dan ruimtelijk is ingepland. Nu, laat mij daar eerst nog het volgende over zeggen. Je moet natuurlijk weten, als we begonnen zijn met de aanpak van die crisis, de doelstelling was zeer duidelijk. We willen dat gezond economisch weefsel in Vlaanderen overeind houden. Je hebt dan heel wat reglementering die bestaand is, zoals dit systeem van daarvoor al, om ondernemers die tijdelijk een setback hebben om wat ademruimte te geven en dergelijke meer. Nu, je kan op twee manieren die crisis gaan aanpakken, dus los van die maatregelen die bestaan. En dan kunt je je gaan richten op allerlei mogelijke facturen die we zouden gaan overnemen van ondernemingen, en dus ook de fiscaliteit daarvan gaan overnemen. Of je kan doen wat wij gedaan hebben, wat mevrouw Krevits trouwens principieel voor gekozen heeft, en dat is te gaan werken op basis van omzetverlies. En een percentage van dat omzet gaan vastleggen als vaste kost, want daar komt het op neer. En daar dan gaan opwerken. En dat is wat we tot nu toe gedaan hebben. En dan moet je wel voorzichtig zijn, dat als we die twee gaan vermengen, dan kom je natuurlijk bij situaties dat bij voor sommigen we dubbel op gaan zijn, dat we eigenlijk oversubsidiëring gaan doen, bij wijze van spreken, en dat we anderen te weinig gaan, of je krijgt daar een ongelijkheid. Het zal dan niet te weinig zijn, maar je zult er een paar hebben die meer krijgen. En dat is natuurlijk, daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet zorgen dat je die verschillende maatregelen of die verschillende richtingen, dat je die niet plotseling laat botsen. Ik denk dat de keuze die wij gemaakt hebben op initiatief van de minister van Economie, we hebben gezegd van kijk, ondernemingen die meer dan 60% omzetverlies hebben, en we hebben er nogal andere ook, compensatieregelingen en dergelijke meer ook, specifiek voor evenementensector, nog een paar zaken, maar we hebben ons altijd gericht op, we willen dat gezond weefsel overeind houden, dus we richten ons op de vaste kosten die zij moeten dragen en gaan op basis van omzet daar een vergoeding voor toekennen. Nooit het volledige verlies gaan derven, dat kunnen we gewoon niet. Maar we gaan proberen om op die manier die bedrijven voldoende liquiditeit te geven. Als je nu ook op die kostenstructuur gaat gaan ingrijpen en overal gaat kijken hoe dat we daar kunnen iets aan doen, dan ga je die twee gaan vermengen. En ik ben er niet van overtuigd of dat vanuit het standpunt dat door de minister van Economie gekozen is, of dat zo'n goede zaak zou zijn. Want dan ga je daarop met heel ingewikkelde en dubbele op dubbel opzetten. Maar goed. Dat is wat ik nog bijkomend wil meegeven. Dank u wel. Dank u, minister. Meneer Potuijnen. Wel, voor uw bijkomend antwoord nog, meneer de minister. Ten eerste, wat betreft het algemeen ondersteuningsbeleid, ik denk dat deze Vlaamse regering inderdaad heel juiste en wijze keuzes heeft gemaakt in de manier waarop ze ondersteuning heeft geboden. Zo generiek mogelijk, maar toch op een aantal punten specifiek in functie van de noden van sectoren. Vooral ook een accent op financiering ook daarnaast wat betreft die specifieke instrumenten en in mindere mate op subsidiering. Nu, als ik de vraag stel hier over de onroerende voorheffing, dan denk ik echt aan niet aan bedrijven die een verminderde omzet hebben, maar die geen omzet meer hebben gegenereerd. En die feestzalen of discotheken en dergelijke meer zijn, denk ik, een jammerlijk maar juist voorbeeld in deze. En als ik dan de regelgeving zie, de decreetgeving zie, dan is het wel degelijk de bedoeling van de decreetgever om daar waar onroerend goed omwille van overmacht gedurende een langere periode geen inkomsten genereert, om daar geen onroerende voorheffing op te gaan heffen. Vandaar mijn vraag naar wat verduidelijking, omdat op het terrein die vraag ook leeft. Deze maatregel is niet onbekend, gegeven het feit dat er jaarlijks ongeveer 5000 aanvragen voor zijn. Ik vermoed dat het ook wel gerechtvaardigd is dat er dit jaar meer aanvragen zullen zijn en een communicatie daaromtrent wel degelijk nuttig kan zijn om mensen die volgens het decretale kader dat er is, effectief recht hebben op deze kwijtschelding, ook effectief van gebruik maken. Want dat zou dan ook echt onrechtvaardig zijn in deze tijd om hetgeen waar mensen recht op hebben, hen dat te gaan ontzeggen. Dus ik hoop dat u qua communicatie dan toch misschien in overleg met ondernemersorganisaties de maatregelen nog wat wil duiden. Al is het maar om misverstanden uit de wereld te helpen, dat het een carte blanche is om geen onroerende voorheffing te gaan betalen. En ik denk dat u zeer goed de weg kent naar de ondernemersorganisaties en een communicatie daaromtrent zeker nuttig kan zijn. Tot zover. Ik dank. Dank u wel, meneer Botuijnen. Daarmee is ook deze vraag om uitleg afgehandeld. Collega's, wij gaan nu 10 minuten schorsen. Wij verwachten om 3 uur de minister-president voor de debriefing van het voorbije
overlegcomité. Tot zo dadelijk.
introductie voor onze eerste debrief van het overlegcomité van voorbij vrijdag. Collega's, voordat ik het woord geef aan de minister-president, graag... Of moet ik een verslaggever aanduiden? Zie ik kandidaten? Meneer Koel is kandidaat. Ik zie geen obstructie. Meneer Koel, proficiat. Minister-president, ik geef u graag het woord. Ja, goedemiddag allemaal voor de inderdaad eerste debriefing, maar misschien wel de kortste van allemaal, omdat het toch een beetje anders verlopen is vorige vrijdag dan wij in de voormiddag van vrijdag nog dachten. Enkele fracties hebben conform de afspraken hun vragen ingediend. Eén fractie was zelfs bijzonder creatief in het opstellen van vragen die volgens mij behoren eerder tot de beleidsmatige bespreking in de respectieve commissies en niet over de debriefing van de beslissingen van het overlegcomité. Dus ik ga met plezier op de vragen in die volgens mij een antwoord behoeven hier in het overlegcomité van afgelopen vrijdag. En de andere vragen die moeten maar naar de betrokken commissies verwoord worden. Eerst waren er een reeks vragen. Het waren allemaal vragen met betrekking tot het overlegcomité. Maar de eerste reeks vragen was over hoe zijn we tot de beslissing gekomen eigenlijk om niet te beslissen om een maand, om een week later uit te stellen. En welke verklaring het overlegcomité zag voor de ziekenhuisopnames enzovoort. Dus de voorbereiding van het overlegcomité van vorige vrijdag, van 26-2, die stond in het teken van de beheersstrategie. Met dus ook de aanpak van de versoepelingen. En het was ook zoals aangekondigd in de pers de bedoeling om enkele maatregelen, beperkt maar enkele maatregelen, reeds te nemen. Nog niet de grote versoepelingen, want op dat moment waren de cijfers... boden daar nog geen ruimte voor, maar er was wel ruimte om een beetje te versoepelen. Nu in de loop van de voormiddag, ik zal zeggen letterlijk, wij zaten met de regering bijeen in de voormiddag van 10 tot 12:30 denk ik ongeveer, en van 10 tot 1 en rond 12:00 was het nog absoluut de bedoeling om, waren wij nog aan het praten over welke versoepelingen zouden we voorstellen en zo, en dan kwam het telefoon van de eerste minister van Alexander De Croo, zeggende dat de cijfers, de ziekenhuisopnames, dus de cijfers van de dag ervoor, want je krijgt altijd cijfers een dag later, de cijfers van donderdag dus, dat die ineens een onverklaarbare hoogte kenden van de dagen ervoor 150 naar ineens 200. Ja, dat is een toename met 1/3, toch op een al redelijk hoog niveau. En toen hebben we gemeenschappelijk, ik zal zeggen de eerste minister en de Waalse minister-president en ikzelf, beslist dat in die omstandigheden dat het moeilijk was om over versoepelingen te spreken. Niet omdat we zeiden met dit cijfer zou eventueel geen versoepeling mogelijk zijn, maar vooral omdat je niet weet, is dit het eerste cijfer van een enorme hoogte die we de volgende dagen gaan meemaken, of is dit een bubbel? En het zou toch van weinig... dingen getuigen, denk ik, van weinig rechtvaardig en verantwoordelijkheidsgevoel getuigen van te zeggen, kijk, we versoepelen toch maar, we weten wel niet welke richting dat die cijfers gaan uitgaan. Er is hier een waarschuwing en dus hebben we dan beslist om dat een week uit te stellen. Nu, ik heb hier een grafiek, ik ben niet genoeg onderlegd met dit programma om dat te delen, maar hier zit je duidelijk op, dat is die bewuste vrijdag, maar eigenlijk de cijfers van donderdag. En je ziet dat vandaag met de cijfers dat we al terugzitten op het... Dus de blauwe lijn is de week ervoor en de oranje lijn is de week die we nu meemaken. Allee, de afgelopen 7 dagen, want er is telkens 7 dagen voortschrijdend. En dan zie je dat we nu ondertussen al terug op het punt zijn gekomen waar we 7 dagen geleden ook zaten. Als dat zich nu voortzet, ja, dan denk ik dat we van een eenmalige opstoot... of 2-3 dagen opstoot te maken hebben. Maar dus die cijfers volg ik natuurlijk verder op dag na dag. Maar dus 200 ineens, van 150 naar 200. En aangezien dat een belangrijke stijging was, en we ook op dat moment en nu ook nog eigenlijk geen informatie hadden over de trend of de reden, daarom is beslist om de beslissing een week uit te stellen. Kijk, als wij overtuigd waren dat dit het begin was van een doorstoot, dan zouden we direct zeggen, in maart niets. Maar het is omdat de cijfers niet stabiel genoeg waren dat we gezegd hebben, we stellen het een week uit. Dan waren er vragen
over de draaiboek en de protocollen van de sectoren en de impact van de versoepelingen en ook het exitplan. Het is zo dat binnen elk bevoegdheidsdomein lopen er gesprekken met experten op heel wat bevoegdheidsdomeinen. Bijvoorbeeld voor het mijnen, voor cultuur zijn die gesprekken afgerond met het coronacommissariaat en dus ook met de sectoren zelf. En dus dan praten we over onderwijs, over cultuur, over jeugd, over sport, ook toerisme, evenementen, wonen. En deze protocollen zijn eigenlijk de concrete vertaling voor deze sectoren van de coronamaatregelen, al dan niet na een versoepeling. En je kunt daar voorbeelden van vinden op de websites van de Vlaamse overheid, soms ook van de voorgestelde stappen en denk maar aan de kleurcodes in het onderwijs. En dat is eigenlijk per domein is dat eigenlijk een versoepelingsstrategie in een aantal fasen. Nu, op dit moment kan nog moeilijk gezegd worden dat de eerste versoepeling van al deze domeinen integraal zullen deel uitmaken van deze of geen stap. En als je natuurlijk vanuit een sector bekijkt, dan is dat logisch. Stap fase 1, fase 2, fase 3, in voorkomend geval fase 4. Als je nu zegt, we gaan in fase 1 in en je legt al die protocollen van al die sectoren op één, ja, dan heb je natuurlijk, dan kan het wel heel veel zijn. Dus die gefaseerde aanpak per sector moet dan ook nog eens met alle sectoren bijeen bekeken worden hoe dat je dat juist met elkaar matcht. Dat was eigenlijk het onderwerp, ook voor een gedeelte, om daar een eerste discussie over te hebben vorige vrijdag. Dan de vraag over de vaccinatie. Vlaams Belang stelt het nogal heel provocerend. Niet efficiënte, trage vaccinatie, lege vaccinatiecentra, waar het personeel met de vingers zit te draaien. Dat is dus absoluut het geval niet. Hè? Personeel wordt ingezet aan rato van de vaccins die we ter beschikking hebben. En die vaccins worden ook gezet. De vraag van de dingen ook, klopt het dat er 500.000 vaccins in de koelkast liggen? Nee, dat klopt niet. Deze week liggen er 150.000 vaccins in de frio. Waarom doen we dit? Ja, omdat je natuurlijk, ik heb dat al denk ik dikwijls uitgelegd, dat je natuurlijk moet zeker zijn dat je de tweede prik kan zetten. Dus er is altijd een kleine buffer die we aanhouden om zeker te zijn dat je die tweede prik kan zetten. Want als je toch het moet meemaken dat je op een bepaald moment die tweede prik niet kunt zetten, ja, dan is die eerste prik ook weggegooid. Dan moet je het opnieuw doen. Nu, op dit moment, en dat weten jullie, ligt de vraag voor bij de taskforce, bij de specialisten, of we de tijd tussen eerste en tweede prik langer kunnen maken dan 3 weken. Dat zou ons natuurlijk soelaas bieden. Dus die vraag ligt bij de specialisten. En de tweede vraag die bij de specialisten ligt, is of het AstraZeneca-vaccin ook bij de 55-plussers kunnen aanbrengen. Dat is ook een belangrijke ding. Maar dus... En dus het exit scenario waar we over spreken, houdt natuurlijk rekening met de graad van vaccinaties. En de ziekenhuisopnames zijn daar ook een belangrijke partner. En die worden inderdaad beïnvloed door de vaccinaties. We zien nu al dat bijvoorbeeld de woonzorgcentra zijn integraal gevaccineerd. Personeel en bewoners. Tenminste, zij die het willen. Dat is in Vlaanderen 96% van de bewoners en 87% van het personeel hebben zich willen laten vaccineren. En we zien nu, en iedereen kan dat zien in de Cienzano-rapporten, je ziet nu al een drastische terugval van de ziekenhuisopnames van mensen uit de woonzorgcentra en een drastische terugval van het aantal sterfgevallen in de woonzorgcentra. Dus in die zin, gelukkig maar zou ik zeggen, werken de vaccinaties. Dan was er een vraag van Vlaams Belang over het aanhouden van de avondklok. De virologen stellen nog altijd voor om de avondklok aan te houden. Dus de avondklok die, waar federaal iedereen door gebonden is, is van 12 tot 5. In Wallonië en in Brussel die hadden dat uitgebreid. Die hebben het van 10 tot 6 gezet. Nu, Wallonië heeft dat niet verlengd. Wallonië heeft op 1 maart die uitbreiding, zal ik maar zeggen, stopgezet. En dus die zitten nu ook op van 12 tot 5. En Brussel, die zitten nog altijd in het regime van 10 tot 6. En dus, de, ja,
De virologen vragen nog altijd om die avondklok aan te houden. Ik zelf vind de avondklok wel een drastische maatregel, hè, vanuit vrijheidsperspectief bekeken. Nu, als we zelfs naar het openen van de horeca gaan, zal dat altijd met een bepaald sluitingsuur zijn. En dan denk ik vanuit handhavingsoogpunt dat het wel eventueel nog verdedigbaar is voor die avondklok aan te houden een uur na het sluitingsuur van de horeca. Maar dat is, daar loop ik nog een beetje op vooruit. Maar dus op dit moment vraagt men wat. En dan ook een vraag van Vlaams Belang, wat Noël Slange gezegd heeft in de afspraak. Ja, dat zal allemaal wel zijn. Noël Slange heeft daar ook als grote remedie voorgesteld van de contactbubbel buiten van 4 tot 6 uit te breiden. Dat zou dan ineens het wondermiddel zijn waardoor het draagvlak bij de bevolking ineens daar was. Ik ben daar minder van overtuigd dat met zo één simpele maatregel dat te doen was. Maar de vraag is of ik de mening deel dat door het uitblijven van versoepelingen de mensen hun eigen regels gaan maken en dat daardoor de besmetting toeneemt. De kunst is denk ik om beperkende maatregelen niet langer te laten duren of zwaarder te maken dan nodig. Dat zijn moeilijke evenwichten, daar is ook niet echt wetenschappelijk bewijs voor. Dus dat zal altijd een beetje een dialoog zijn tussen de specialisten, leesexperten en de politiek. De impact van maatregelen of het naleven ervan is pas met vertraging zichtbaar. Er zit altijd die incubatieperiode van dat virus op. En een verhoging of een verlaging is niet steeds een trend. Het kan ook schommelen. Dat is bijvoorbeeld die 200 van vorige vrijdag, is daar denk ik een goed voorbeeld van. In het verleden werden er drempels bepaald om te versoepelen. Herinnert u de 800 besmettingen en de 75 ziekenhuisopnames? We hebben toen altijd wel gezegd, we gaan nooit akkoord gaan met een automatisme. Er moet altijd een politieke deliberatie blijven. En ook daar, waarom? Omdat je met politieke deliberatie ook het algemeen welzijn kunt meenemen in de oefening. En gelukkig dat we dat gezegd hebben, want anders, de 75 is natuurlijk nog ver af, ziekenhuisopnames. De 800 besmettingen heb ik altijd een raar getal gevonden, omdat je dat moet correleren volgens mij met het aantal testen dat je doet. Dus in die zin vind ik de positiviteitsratio een belangrijker criterium, of een belangrijker parameter dan de besmettingen op zich. Het aantal gedetecteerde besmettingen is niet moeilijk om dat naar nul terug te brengen. Hè. Je moet gewoon niet meer testen en onmiddellijk staat dat op nul. Ik weet niet of dat een goede beleidsmaatregel is. Ik weet het wel, dat is niet de goede beleidsmaatregel. Dus ik denk dat er zeker grenzen zijn aan maatregelen, maar op het overlegcomité hebben we ervoor gekozen niet te versoepelen, gebaseerd op de cijfers die ons werden aangereikt. En ik besef dat zijn geen leuke beslissingen, maar op de info die we de dag van het OC kregen, konden dus volgens ons verdere versoepelingen niet verantwoord worden. Dan is de vraag welke afspraken zijn er gemaakt voor het overlegcomité van de komende vrijdag. Dat is heel eenvoudig, ook een vraag van het Vlaams Belang. Dat is eigenlijk de agenda van vorige week, die komt nu vrijdag namiddag komt die op de agenda. We hadden wel gezegd, als die cijfer, dat die trend van 200 en... Dus van 130 in het begin van de week, 150 in het midden van de week, 200 op het einde van de week, als die trend zich ging doorzetten, dat we met het overlegcomité rapper bijeen zouden komen, ook om evidente reden. Ik spreek met twee woorden, die trend schijnt zich niet door te zetten. Dus kunnen we denk ik gewoon de agenda van vorige week hernemen en zal ik hier dus waarschijnlijk volgende week terugzitten om te debrieven over het overlegcomité van deze week. Zie daar, meneer De Voorst, beperkte antwoorden op toch beperkte vragen, maar begrijpelijk ook een beperkt overlegcomité. Dank u wel, minister-president. Collega's die wensen tussen te komen, nodig ik uit het met een virtuele handje kenbaar te maken. Ik zie al meneer Van der Reen. Meneer Van der Reen. Ja, dank u wel. Hartelijk bedankt voor deze terugkoppeling. Ik denk dat het een goede zaak is dat we tijdens
de exit-strategie, dat we daar regelmatig over terugkoppelen wat er beslist is op het overlegcomité. Ik ga mijn vragen heel beknopt houden, grote beschouwingen achterwege laten. Mijn eerste vraag over vaccinatie. Het is natuurlijk niet de bedoeling om de discussies die bij welzijn horen hier te voeren. Maar twee aandachtspuntjes, ja, dat is een beetje de tegenstellingen die er schijnbaar nu zijn tussen bepaalde groepen. Ik vind dat u heel terecht aanhaalt dat er vaak voorbarige conclusies worden getrokken over de vaccinatie. Er is een strategie bepaald, dat is belangrijk. En die houdt inderdaad in dat er twee prikken moeten gezet worden. En dat houdt ook in dat je een soort van reserve moet houden die niet direct kan toegediend worden. En als we uit de laatste cijfers, die heel treffend worden nu meegedeeld via een website, ook zien, dan zien we dat er wel degelijk een lonkende versnelling aan de gang is. En dat past eigenlijk allemaal binnen de strategie. Alles zou voor iedereen uiteraard sneller kunnen gaan, voor mij ook. Ik hoop dat mijn vaccinatiecentrum in Diest binnen de kortste keren ook op full power kan draaien. Maar ik denk dat we toch echt wel die strategie voor ogen moeten houden. En dat heeft u terecht gezegd. Wat mij wel zorgen baart, is dat er blijkbaar in beperkte gevallen met een reservelijst wordt gewerkt die vaccins op iets te willekeurige basis toedient. We hebben berichten gehoord over vaccins die via Facebook nog worden aangeboden. Een aantal schepenen, die verhalen zijn ook bekend. Ik denk dat we daar toch voor moeten zorgen dat onze lijn wordt aangehouden, waar we momenteel zitten in de fase van zorgpersoneel, daarna 65-plussers, daarna brede bevolking, et cetera, dat we dat toch aanhouden. En dat we, ik snap natuurlijk, als er mensen niet komen opdagen, dat het beter is om beroep te doen op een reservelijst. Maar daar moeten denk ik toch ook de volgorde worden gerespecteerd. En in dat kader, heel concrete vraag voor u. Bij de vaccinatie voor mensen met een beperking is het zo dat nu enkel de residentiële voorzieningen worden gedaan. Er is ook een heel grote vraag voor mensen in dagopvang en mensen met een beperking die thuis verblijven. Volgens mij is het risico voor die mensen hetzelfde als in residentiële zorg. En mijn vraag is dan ook dat in deze fase de vaccinatie ook zou kunnen uitgebreid worden naar die mensen die met een beperking, met een verhoogd risico zitten dus, en ook hun mantelzorgers of hun ouders. En dat die dus op gelijke basis kunnen worden behandeld als de mensen met een beperking die in een voorziening zitten. Dat is een vraag die je misschien niet onmiddellijk moet beantwoorden, maar ik vraag je toch om dat mee te nemen in de toekomstige besprekingen over de vaccinatie. En dan mijn tweede vraag gaat over, ja, er is heel veel te doen geweest de voorbije weken over decreten, ministeriële besluiten op federaal niveau, pandemiewet, et cetera. Ik heb uw interview daar ook over gehoord afgelopen weekend. Ik denk dat u terecht zegt dat we goed moeten waken over het decretaal kader. Ik denk dat u gezegd had dat we de sluiting van de scholen via decreet, maar ik denk dat dat een slip op de tong was. Mijn vraag is, ziet u voor de nabije toekomst tijdens de exit-strategie of eventueel voor de verre toekomst, laat ons hopen dat we geen tweede dergelijke situatie meemaken. Maar ziet u nu bijkomende decreetswijzigingen of nieuwe decreten nodig die de behandeling van bepaalde besluiten zou moeten regelen? Of denkt u dat met het huidige decretaal kader en de beslissingen die worden genomen, of dat we daar goed mee zijn? Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Rijden. Meneer Van Rompuy. Ja, meneer minister-president, dank voor deze debriefing. Ik denk dat dat, zoals collega Van der Rijden gezegd heeft, een stap vooruit is in de parlementaire controle op de coronamaatregelen. Dus het is goed dat we het nu hebben. Vorige week is er beslist om niet te beslissen, dus het is nu een korte sessie. Een trage start van deze debriefing, maar hopelijk kan het in de toekomst wat uitgebreider zijn. Dus ja, vorige week, omwille van die onverwachte piek, zijn er geen beslissingen genomen, is alles een weekje uitgesteld. Ik begrijp uit de slide die u toont dat we terug op het niveau zitten waar we vorige week hadden gehoopt te zitten. En dat we daardoor de agenda van vorige week kunnen meenemen naar komende vrijdag. Ik had
negatiever berichten gelezen op de media vandaag. Het was meneer Steven van Gucht die aankondigde dat de ziekenhuisopnames nog stijgende waren, maar minder snel stegen. Maar ik zie dat u positievere signalen krijgt. Dus het is, mag ik daar even onderbreken? Meneer van Gucht die spreekt altijd over het 7. Dus dat heb ik juist gezegd. Hè. De cijfers die Cienzano altijd met elkaar vergelijkt, is de laatste 7 dagen met elkaar. Dus, hè, dus het gemiddelde van de laatste 7 dagen. Het cijfer dat ik op de grafiek getoond heb, zijn de dagcijfers. Oké, goed, ja. Aber... Dus die stijging naar die 200, die gaat natuurlijk gedurende 7 dagen het daggemiddelde beïnvloeden. Gedurende 7 dagen. Hè? Ja, dat is duidelijk. Maar die grafiek die ik getoond heb, is echt dag op dag. De dinsdag van deze week vergeleken met de dinsdag van vorige week, de maandag vergeleken met de maandag dag. Cijfers. Niet het 7 dag, het 7 dagelijks voortschrijdend gemiddelde. Sorry dat ik even onderbroken. Nee, het is zeer belangrijk om dat te weten. Nee, bedankt voor de verduidelijking. Want ja, het zijn de dagcijfers, als ik u goed begrijp, die ook bepalen wat de agenda zal zijn voor het komende overlegcomité. Dus het is goed om dat te weten. Voor de rest, ja, de cijfers worden vooral bepaald door de vaccinatiestrategie. Er is morgen een IMC voorzien, maar het advies van de Gezondheidsraad staat al op de websites. Dus ik heb begrepen dat, dat de termijn voor de tweede prik iets opgerokken kan worden. Ik weet natuurlijk niet of het klopt, hè, wat er staat op de nieuwswebsites. Op die manier kunnen we de komende weken een versnelling doen. En ik denk dat het belangrijk is dat als we die versnelling doen, dat we die ook strikt blijven richten op de prioritaire groepen, zijnde de ouderen en de mensen met onderliggende aandoeningen. Niet alleen omdat dat de meest kwetsbaren zijn, maar ook natuurlijk omdat bij hen het risico op hospitalisatie het hoogste is, waardoor ze ook in de cijfers belanden en de versoepelingen en het exitplan verder in de toekomst voor weg zou geduwd worden. Dus als we kunnen versnellen, en ik begrijp dat we zullen kunnen versnellen in de komende weken, moeten we dat echt strikt blijven toepassen voor de ouderen en de mensen met de onderliggende aandoeningen, net om dat perspectief te kunnen aanhouden. En in het kader daarvan had ik één specifieke vraag, namelijk dit weekend kon je in de kranten een aantal lijstjes lezen met daarin welke maatregel, welke type impact zou hebben, low, medium, high en dergelijke meer. En mijn vraag aan u was, ja, uit die rangorde die we daaruit kunnen afleiden, kan je daar ook een basis zien voor een later exitplan? Of moeten we de twee compleet gescheiden zien en kunnen we daar vooralsnog weinig uit afleiden? We kunnen natuurlijk niet zeggen wanneer het exitplan in werking zal treden, daar is het veel te vroeg voor. Maar ik begrijp dat men toch op alle niveaus al druk bezig is om, zoals u het daarnet uitgelegd heeft, die verschillende protocollen in elkaar te doen passen als een puzzel. En dus kunnen we uit die cijfers van de GEMS iets afleiden? Ja, dan nee. Ik dank u. Dank u wel, meneer Van Rompuy. Meneer Jans. Dank u, voorzitter. Dank u, minister-president, ook voor, om tijd te maken voor deze terugkoppeling naar het parlement over het overlegcomité, dat helaas niet verlopen is zoals velen in de samenleving, denk ik, verwacht hadden. Ongetwijfeld ook u zelf, want u had in de dagen voordien ook gesproken over versoepelingen, hè, in de plenaire vergaderingen van voorbije woensdag, met voornamelijk dan de focus op de jongeren, waarbij we zeker wat de buitenactiviteiten betroffen, toch allemaal verwacht hadden dat er iets aan versoepelingen zou komen. Ook wat de horeca betreft, had u gezegd, ja, we gaan kijken, die terrassen, dan zouden we toch vrij snel daar moeten kunnen kijken om daar enig perspectief in te bieden. Dat is er niet gekomen. En daarom dat ik ook verwezen had naar Noël Slange, een man met wie ik het overigens meer niet eens ben dan wel, en omgekeerd geldt net hetzelfde. Maar hij heeft wel een punt in die zin, ik denk dat hij daar het standpunt van velen heeft verkondigd in de afspraak vorige week toen hij zei, psychologisch is dat belangrijk dat er wel enig perspectief geboden wordt. Nu was het een kort overlegcomité waarbij dan uiteindelijk werd gezegd, ja, er gaat gewoon helemaal niks gebeuren. Ook niet binnen een week, ook niet binnen 2 weken. En dat zet psychologisch mensen, denk ik, terug in achteruit, terwijl we minstens toch op de gaspedaal zouden moeten kunnen duwen om vooruitgang te boeken. En wat dat betreft, ja, is het natuurlijk, hè, geen vooruitgang, geen exit,
strategie zonder een efficiënte vaccinatiestrategie. En laten we wel wezen, zelfs als je voorzichtig probeert te blijven en niet eens in populisme wil vervallen, dan kan je toch moeilijk zeggen dat de vaccinatiestrategie tot nu toe een onverdeeld succes is gebleken. Als u zegt van ja, die lege vaccinatiecentra, dat klopt helemaal niet. Ik wil dit korte tijdsbestek niet gebruiken voor de grote politieke beschouwingen en analyses daaromtrent. Maar de berichtgeving daarover in onze pers, die al niet bepaald te beleidskritisch is geweest de voorbije maanden, was wat dat betreft nu wel eens kritisch. En zelfs de BBC is hier komen filmen en in Engeland kon men kennis nemen van het feit dat er hier in Vlaanderen lege vaccinatiecentra waren waar helemaal niks gebeurt met de vaccins die al dan niet voorradig zouden zijn. Dus ja, laten we wel wezen, het zou van behoorlijke wereldvreemdheid getuigen om te zeggen dat dat nu een succes is, de vaccinatiestrategie die in Vlaanderen de voorbije weken uitgerold is. En ik leg ook de link meteen daarbij naar Brussel, want daar zijn ja, de cijfers over het zorgpersoneel bijvoorbeeld dat zich laat vaccineren of vooral niet laat vaccineren, zijn alarmerend. En ja, ik ook een beetje de vraag aan u, wordt daar in het overlegcomité naar gekeken hoe we daar de mensen minstens gaan kunnen stimuleren, want het is wel blijkbaar hoogst noodzakelijk om dat te doen, om hen erop te wijzen dat zeker als je in die zorgsector werkt echt wel essentieel is en ook deel uitmaakt van de exitstrategie, dat men zich daar laat vaccineren. Om nog te zwijgen, dat is een andere discussie, van Vlamingen die blijkbaar niet eens in hun eigen taal, in hun eigen hoofdstad geholpen kunnen worden in die vaccinatiecentra, waar blijkbaar vaak niet eens Nederlands gesproken wordt. Dan de avondklok. Ja, u zegt de virologen vragen om dat voorlopig nog aan te houden. Ik heb daar alle begrip voor dat zij dat vragen of dat zij dat adviseren aan de politiek. Maar u heeft ook verwezen naar de politieke deliberatie. Laten we wel wezen, het is een politieke beslissing om die avondklok in te voeren, ook om die te handhaven. En dus vraag ik aan u, als politiek verantwoordelijke voor Vlaanderen, ik denk echt niet dat er nog een meerderheid in Vlaanderen is die heel warm loopt voor die avondklok. En dus vraag ik u, het samenscholingsverbod dat er is, dat kan ook 's nachts gelden. Ik denk dat dat voldoende is en dat we daarmee komaf kunnen maken van die avondklok. Want als je bijvoorbeeld, al is het maar 's nachts de hond wil uitlaten of heen en weer wilt rijden tussen je knuffelcontact, ik denk niet dat je daar de samenleving epidemiologisch mee in gevaar brengt als je je daartoe beperkt. Dus die avondklok afschaffen en een samenscholingsverbod aanhouden lijkt mij een perfect te combineren maatregel. Dan heeft u in de plenaire vergadering ook al verwezen naar de protocollen die in overleg met de sectoren zijn opgemaakt om richting exit te evolueren. Ze willen vragen, bijvoorbeeld wat de horeca specifiek betreft, welke termijn neemt u op tussen de aankondiging van we gaan kunnen heropenen en de uiteindelijke effectieve heropening? Want ja, heel die sectoren, niet alleen de horeca, maar ook andere, sport, cultuur enzovoort, moeten zich natuurlijk kunnen organiseren. Welke termijn ongeveer heeft u per sector afgesproken tussen de aankondiging van we gaan heropenen en de effectieve heropening? En dan, ja, misschien tot slot. Twee punten nog. Er is ook de voorbije dagen vooral door virologen alweer gesproken over het komende overlegcomité zou misschien wel eens in het kader van verstrengingen terug kunnen staan. Hè? Soepelingen zijn misschien alweer niet aan de orde. Gaat u mee in dat verhaal? Vindt u het echt opportun dat we nog op dit moment, in deze fase van de epidemie, gaan zeggen, we gaan naar verstrengingen in de plaats van naar versoepelingen gaan? Want u heeft gezegd, ja, we gaan de agenda van voorbije vrijdag hernemen. Ik als eenvoudig parlementslid heb natuurlijk geen zicht op die agenda van het overlegcomité, dus misschien kan u iets meer uitleg geven over wat er eigenlijk vorige week en dus ook deze week op de agenda zou staan. En dan helemaal tot slot, dat is vooral een boodschap waarvan ik vind dat u toch mee mag nemen naar het overlegcomité en de GEMS. Een boodschap in een televisiestudio brengen in het kader van ja, de mensen moeten niet zeuren. Ik denk dat dat echt een zeer slecht signaal is, een zeer slechte oproep is voor mensen die nu toch al een jaar lang vaak in eenzaamheid aan het leven zijn, die met heel veel mentale belasting tot gevolg. Dus toch ook de oproep aan de GEMS om enige empathie, niet alleen voor het mentale welzijn, maar ook sociologisch en economisch, denk ik dat er naar die mensen die daar adviseren, toch ook wel wat oproep tot empathie mag zijn. Dank u.
Dank u, meneer Janssens. Mevrouw De Vreeze. Bedankt, minister-president, voor uw duidelijke toelichting. Zoals u zei, is de agenda van het overleg verschoven naar nu vrijdag, mede door de cijfers. Maar ik denk dat het inderdaad een goede stap is dat we dan de dinsdag erop terug overleg hebben om wat feedback te krijgen, informatie te krijgen over de genomen maatregelen en hun motivatie, waarom die is genomen. Dat zorgt er ook voor dat wij als parlement volledig mee zijn, maar ook is die informatie belangrijk om het draagvlak te behouden bij onze bevolking. Nu, wat voor mij zeer belangrijk is, minister-president, is dat wij binnen onze Vlaamse bevoegdheden volledig klaarstaan, dat als er groen licht komt, dat wij onmiddellijk van start kunnen gaan. Dus die protocollen met die verschillende sectoren die door u en uw mede-minister zijn onderhandeld, ik denk dat dat zeer belangrijk is dat die op punt staan, en zoals u daarnet ook heeft bevestigd. En natuurlijk kijken wij uit naar het toekomstperspectief. Ik ben ervan overtuigd dat u dat evenzeer graag zou willen kunnen onmiddellijk geven. Maar zoals u zei, vaccinatie is daarbij belangrijk en ook de cijfers. Maar een exitstrategie voor alle getroffen en zeker voor de gesloten sectoren en het perspectief voor hen is zeer belangrijk. En dat is niet alleen belangrijk om economische redenen, maar zeker ook op mentaal vlak. Niet alleen voor onze ondernemers, maar natuurlijk ook voor de gezinnen en voor de entourage, voor hun omgeving. En we merken toch dat dat steeds moeilijker wordt, zoals hiervoor ook gezegd werd door verschillende collega's. Het duurt nu toch wel al lang. En ook op mentaal vlak zien we jonge mensen die zeer ondernemend zijn, zeer positief, heel veel dromen hebben, die nu toch hun dromen verliezen. Dus ik wil u ook vragen om dat aspectje mee te nemen naar het volgende overlegcomité en dat zeker mee in overweging te nemen bij de beslissingen. Want ik denk dat soms moeilijk is om in te schatten, maar wel zeer belangrijk is bij het nemen van beslissingen. Dus volgende week dinsdag hopelijk meer om over te spreken, want nu is de agenda opgeschort en ik wens u sowieso nu al veel succes. Dank u wel, mevrouw De Vreeze. Zijn er nog collega's die wensen tussen te komen? Ik zie er geen, dan geef ik graag het woord terug aan de minister-president. Ja, misschien op een aantal opmerkingen wat de vaccinatiestrategie betreft. Hè. Meneer Van Hoppen, ik heb het nog niet gezien op de website, maar ik zal even kennis van nemen. Maar in ieder geval, u hebt gelijk, morgen met het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaat de IMC morgen aan de slag. Dus dit zijn adviezen en de beslissing daarvan zal morgen vallen. Maar inderdaad, als de Hoge Gezondheidsraad langere tijd toelaat tussen twee prikken, dan biedt dat zeker enige soelaas voor de vaccinatiestrategie. Ik ben het absoluut niet eens dat dat tot nu toe geen succes is. Ik ben wel eens dat de aanlevering van vaccins geen succes is. Daar ben ik het absoluut mee eens. En dat heb ik ook al op meerdere fora gezegd. En daar heeft ook de federale overheid op het Europese Forum al serieus wat busrond gemaakt, niet in het minst vorige donderdag en vrijdag op de Europese top van regeringsleiders, ook virtueel, omdat dat absoluut ondermaats is wat Europa hier presteert. Zeker als je dan de vergelijking aangaat met UK, met Israël en met andere landen. Maar wij zijn vertrokken in december met een vaccinatieprognose van beschikbaarheid van vaccins. En dat zette ons op een schema dat we op 1 maart de vaccinatiecentra moesten klaar hebben. Iedereen zei toen, dat is een huzarenstuk, wel, de vaccinatiecentra zijn klaar. En als ik daar straks zei, ze zijn niet leeg, dan heb ik bedoeld, personeel zit daar niet met hun vingers te draaien. Omdat we personeel inzetten in functie, a rato, van het aantal vaccins dat moeten gezet worden. Dus de centra, fysieke centra, zijn natuurlijk leeg, want er zijn leeg op het moment dat er niet gevaccineerd wordt. Omdat er in vergelijking met de initiële prognose de leveringen veel lager liggen. Ik wil u ook dit zeggen, dat wij normaal gezien nog niet aan het vaccineren waren in de vaccinatiecentra. Het is omdat en cours de route AstraZeneca vaccin maar goedgekeurd werd voor min 55-jarigen. We hadden dat normaal mee ingezet voor de woonzorgcentra ook te doen.
En gewoon ons vaccinatieprogramma dat we initieel voorzien hadden, gewoon sequentieel af te lopen. Toen natuurlijk de toelating kwam dat AstraZeneca voor de, alleen voor de min 55-jarigen kon ingezet worden. We zeggen, ja, oké, dan moeten we die eerste lijns naar voren trekken. En dan is dat een goede manier om de vaccinatiecentra te testen. En hier of daar, en wie zal het ons ten euvel duiden dat hier of daar nog een kinderziekte in zit, bijvoorbeeld met die uitzondering, maar dan kan ik u direct ook uitleggen wat daar de reden van is. En dat is de reden waarom de vaccinatiecentra vandaag al, zij het beperkt in gebruik zijn. Omdat de aanwending van dat AstraZeneca-vaccin anders was dan initieel bedoeld. Maar de vaccinatiecentra, meneer Janssen, zijn klaar. En als wij vanmorgen de camions met vaccins toekomen, dan zijn wij klaar om full charge te gaan in die vaccinatiecentra. Dat is heel spijtig dat die vaccins er nog niet zijn, maar nu wil ik heel veel verantwoordelijkheden pakken. Ik wil mij met heel veel zonden Israëls beladen, maar voor het niet beschikbaar zijn van vaccins ben ik echt niet verantwoordelijk. Echt niet. Voor het goed functioneren van de vaccinatiecentra, daar zijn we als Vlaamse regering wel voor verantwoordelijk. En dat brengt mij bij het puntje van meneer Van der Heijden in verband met die reservelijst. Wat heeft zich voorgedaan? We zijn beginnen vaccineren in de woonzorgcentra, bewoners en personeel. En in de woonzorgcentra, voor de bewoners stelde zich dat probleem bijna niet. Ik heb juist gezegd, 96% heeft zich daar laten vaccineren, maar bij personeel lag dat iets lager, 87%. De vaccins die aangeleverd werden in de woonzorgcentra gingen natuurlijk uit van 100% vaccinatie. Dat is evident dat je dat doet. Dus die vaccinaties die daarover waren, die zijn gezet bij verpleegsters die in een woonzorgcentrum passeren, bij dokters die in een woonzorgcentrum passeren en zo. Daar heeft men, denk ik, goed gedaan met die te vaccineren. Alleen is de registratie van die vaccins die zo gezet zijn, die liep een beetje achter. En dat wisten wij toen we zeiden, we gaan het AstraZeneca-vaccin via de vaccinatiecentra beginnen inzetten. We wisten dat daar een aantal registraties in vaccinen nog niet gebeurd waren. Dus we wisten dat er waarschijnlijk een aantal no-shows gingen komen, omdat we mensen gingen uitnodigen. Maar ook daar weer kun je zeggen, we gaan eerst wat tijd steken om dat allemaal in te halen. Ja, en dan blijven die vaccins liggen. Dat zou natuurlijk niet goed zijn. Dus we hebben dat genomen. En dan kreeg je dus hetzelfde daar, in de vaccinatiecentra. Dat er een aantal vaccins over waren, dat sommige mensen niet opkwamen dagen omdat ze het al gehad hadden, of ook weigeren om gevaccineerd te worden. En dan hebben lokale besturen gezegd, ja, maar hier ook, vaccins, die kunt je maar 3-4 dagen bewaren, dus we kunnen niet ze terugsturen en zo, dus we gaan maar vaccins zetten. En dus ondertussen hebben we dat wel verholpen, hebben we inderdaad overal in elk vaccinatiecentrum reservelijsten aangebracht, te zeggen om in lijn te blijven met de strategie van breng dat op in orde. Dus dat is ondertussen, beschikt men daar ook over die reservelijsten. Maar dus ik ben het, ik heb dus niet gezegd, dus ik ben het niet eens dat de vaccinatiestrategie geen succes is. De beschikbaarheid van de vaccins is geen succes. En wij zijn klaar om de massavaccin. En ik moet eerlijk gezegd, ik vind ook dat de lokale, want ik wil de pluimen zeker niet op de hoed alleen van de Vlaamse regering steken, maar ik vind ook de lokale besturen, eerste lijnzorg, de gemeentes, de OCMW's, echt fantastisch werk hebben gedaan om dat allemaal toch op redelijk korte termijn op poten te zetten. Dan, meneer Van der Heijden, vroeg u de decreten in de nabije toekomst. Wel, het is zo dat er een samenwerkingsakkoord moet gemaakt worden. Dat is ook al goedgekeurd in overlegcomité. Dat gaat nu naar de parlementen. En dat noopt aan ons preventiedecreet een aantal kleine aanpassingen. Dat is wat moet gebeuren. En dat is een aantal kleine aanpassingen van technische aard. En die zullen de volgende dagen ook naar het parlement komen. Dat is echt niet veel. En dan zal er nog dus dat gaat over de PLF en de gegevens van de PLF, dus passenger location form en de quarantainemaatregelen, om dat door te spelen naar de lokale besturen. Dat samenwerkingsakkoord zal later ook nog aangepast worden voor de hoogrisicocontacten, om die informatie door te brengen.
Dus dat moet ook nog in het parlement. Dus twee samenwerkingsakkoorden of een samenwerkingsakkoord en de wijziging. Er is lang discussie geweest met federaal, omdat men eerst dacht dat er geen samenwerkingsakkoorden moesten zijn of moesten aangepast worden. Maar ondertussen is die discussie beslecht en zit iedereen op dezelfde golflengte dat er inderdaad wel een samenwerkingsakkoord moet aangepast worden. Meneer Van Rompuy, dat advies van de GEMS, die eigenlijk al die dingen zegt van laag contact, hoog contact, daar heb ik er straks impliciet een beetje naar verwezen, omdat ik denk dat je daar... Waarschijnlijk gaan we daar een mix hebben. Als je alle laagcontacten als eerste fase zet, dan weet ik niet of je... Maar je zou het gerust kunnen in je eerste fase van een bepaalde sector al wat ietsje verder gaan, maar dan moet je wat beperkter blijven bij andere sectoren. Dus je moet daar een beetje evenwichten inbouwen. Maar die schema's zijn wel goed om te weten van, kijk, als we dat daar openzetten, dat is hoog risico, dan kunnen we ons niet te veel... andere risico's meer beperken. Dus dat advies van de GEMS speelt zeker en vast mee. En dan meneer Jans, ik heb vorige week niet gezegd dat er niets ging gebeuren. We hebben na vorige vrijdag ook niet gezegd dat er niets ging gebeuren. We hebben gezegd, we stellen het één week uit, één week, omwille van de cijfers. En ik wil nu ook zeggen, ik ben nu ook nog niet aan het zeggen dat de cijfers... dat ik al zeker ben dat de cijfers goed blijven de volgende dagen. Dus we zullen dat opvolgen. Maar de grafiek die u getoond hebt, die geeft mij goede hoop dat het een tijdelijke opstoping was. Maar het kan zijn dat we morgen weer andere cijfers krijgen. Dus dat is opvolgen dag op dag. Brussel in het overlegcomité, dat wordt zeker besproken. En er zal ook rond communicatie nagedacht voor de sceptici, en die zijn inderdaad gelukkig in Vlaanderen wat minder dan in Brussel en in Wallonië. En daar wordt zeker nagedacht voor campagne. Wat mij betreft zijn dat verantwoordelijke van de regionale regeringen. En hoeft dat niet noodzakelijk een Belgische federale campagne te zijn. Maar dat er daar op het vaccin scepticisme moet ingespeeld worden, dat lijkt me nogal logisch. Dan hebt u gezegd, is er een termijn voor opengaan? Ik denk dat je redelijkerwijze altijd met 14 dagen moet rekening houden. Dus als je zegt, we gaan een bepaalde versoepeling in de horeca voorstellen, dat je dat 14 dagen op voorhand moet meedelen aan de horecamensen. Omdat ik wel denk dat de bestorming van de horeca, hopelijk binnen de contouren die toegelaten worden, wel redelijk groot zal zijn op het moment dat de horeca terug open gaat. Dan zegt u, gaat u mee in de verstrenging? Ja, nee, Jans, ik sta mij toe. Ik vind dat eigenlijk een vraag volledig naast de kwestie. Ik ga mee in waar de cijfers mij naartoe leiden. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat de cijfers mij naar versoepeling leiden. En naar heel snelle versoepeling. Maar eerlijk gezegd, als de cijfers nu toch nog de verkeerde kant zouden uitgaan, en echt de verkeerde kant uit, dan moeten we verstrengen. Ik hoop dat we het niet moeten doen, uit de grond van mijn hart. Ik hoop dat we het niet moeten doen. Maar dus, ik ga op dit moment, denk ik, dat we inderdaad de agenda van vorige vrijdag, die toch beperkte versoepelingen zou ter discussie zetten, dat we die kunnen uitvoeren met de cijfers zoals ik ze vandaag zie. Maar als die morgen ineens omslaan, God weet om welke reden. Ik ga mee in verstrenging als de cijfers mij verstrenging aantonen. En ik ga mee in versoepeling als de cijfers mij wijzen op versoepelen. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat het de tweede is. En dan staan mij toe om geen commentaar te geven op wat andere mensen. Er is vrijheid van spreken in dit land. De virologen hebben ook vrijheid van spreken. Ik denk soms, en ik heb dat zelf in het verleden ook al ervaren, hebben woorden... die door bepaalde personen gesproken worden, een grotere draagwijdte dan initieel bedoeld door die personen. Maar ik denk dat die personen verstandig genoeg zijn om dat zelf te weten. En mevrouw De Vreese, bedankt voor uw commentaar. Maar ik denk, meneer De Voorzitter, hiermee alle vragen beantwoord hebben. Dat is ook mijn indruk, minister-president. Zijn er collega's die nog wensen aan te vullen? Meneer Janssens.
Dank u, minister-president, voor uw bijkomende antwoorden. Er is mij één ding nog niet duidelijk. En ik heb er alle begrip voor dat dat ook niet zo eenvoudig te omlijnen of te definiëren is. Maar ik ga de vraag toch aan u voorleggen, omdat u nu eenmaal met die experts in het overlegcomité zit. We hebben in de cijfers de voorbije maanden een jojo-effect gezien. Waarbij het dan weer eens beter ging en dan weer slechter ging. Dan weer minder besmettingen en dan weer meer besmettingen. En er is dan vaak sprake van, ja, we zitten al een tijdje op hetzelfde plateau, nu lijken we dat plateau weer te doorbreken. Voor mij is het niet duidelijk. Welk streefdoel heeft u, hebben de experts voor ogen, om te zeggen, als de cijfers op dat niveau zitten, dan gaan we kunnen versoepelen? Want als u zegt van ja, en ik begrijp dat uiteraard, er is 2 weken nodig om een aantal sectoren tijd te geven om zich te organiseren, dat lijkt me evident. Maar dan moet je die 2 weken, ja, je kan er natuurlijk niet helemaal, maar wel proberen in te calculeren in de aankondiging van de versoepeling. Dus als u zegt van ja, we gaan dat pas kunnen doen, niet nu, want de cijfers zien er alweer niet helemaal goed uit de voorbije dagen. Ja, wat is dan het streefdoel waarop u en waarop men in het overlegcomité, waarop de experts zeggen, we moeten dat niveau bereiken en dan gaan we kunnen overgaan tot versoepelen? Want dat is mij in de communicatie van de voorbije dagen en weken toch niet helemaal helder. Ja, dat begrijp ik ook. Ik begrijp die vraag heel goed, omdat het is heel verleidelijk om daar een algoritme van te maken. En zeggen, dat cijfer en dan hup. Maar dan denk ik dat je maar met één parameter rekening houdt. En dat is de verspreiding van het virus. En ik denk dat het wat complexer is dan dat. We hebben hier al veel gehad over de mentale gezondheid, over draagkracht van maatregelen. En ik denk dat je dat in je deliberatie ook moet meenemen. En natuurlijk, als de cijfers dramatisch de verkeerde richting uitgaan, ja, dan is er weinig ruimte. Maar als de cijfers, denk ik, op het niveau waar we vorige vrijdag, dat plateau waar we eigenlijk al een heel tijdje op zitten. En ik heb het voornamelijk over de ziekenhuisopnames. Omdat, ik zeg het, de ziekenhuisopnames en de positiviteitsratio. Positiviteitsratio is de verhouding tussen het aantal positieve gevallen ten opzichte van het aantal testen. Dus die twee parameters. En die zijn eigenlijk een paar uitstulpingen daarna, en die van vorige vrijdag, die kwam gewoon op het verkeerde moment. Die zijn er al een tijdje op een plateau. En toch denken we dat we nu wat moeten gaan versoepelen, omdat je ziet inderdaad dat, allez, wat, maar beperkt, hè, voor alle duidelijkheid, omdat inderdaad je mensen terug wat, toch iets moet geven waar dat ze zich aan kunnen optrekken, omdat die parameter van de mentale draagkracht van de maatregelen, die zit niet goed. Dus ik ga niet mee. Oorspronkelijk heeft dat dus op tafel gelegen. Hè? De 800 besmettingen per dag en de 75 ziekenhuisopnames en dan kunnen versoepelen. Maar dat is zo binair. En dan, ja, dan heb je ook geen politieke deliberatie meer nodig. Zet dan een computer daar neer en die zal u wel zeggen wat je moet doen. En ik denk dat dat niet de goede benadering is. Dus eenvoudig zou zeggen, noem 1 of 2 of 3 getallen en dan versoepelen we. Ik denk dat het iets complexer is van zeggen, in het kader van hoe de getallen zich nu bevinden, kunnen we iets. En gaat dat niet de getallen ten nadele beïnvloeden? Dat is denk ik de deliberatie die we continu moeten maken. Dank u wel, minister-president. Zijn er nog andere collega's die wensen tussen te komen? Ik zie er geen. Dan dank ik de minister-president van harte voor de debriefing. Ik dank de collega's. Collega's, ik zou voor volgende week, want we hebben volgende week een zeer drukke agenda, opnieuw willen voorstellen om vragen tegen maandagmiddag te laten toekomen bij de commissiesecretaris, zodanig dat de minister-president voorbereid rechtstreeks kan antwoorden op de vragen die er op dat ogenblik zijn. En uiteraard kunnen we dan het spreekrecht dat iedereen absoluut heeft, gebruiken voor verdere verheldering. Ik denk dat dat de meest efficiënte manier is van werken, zoals we vandaag ook gezien hebben. Voor de rest, dank ik minister-president voor zijn aanwezigheid. En voor de collega's staat in de agenda de bespreking van een voorstel voor resolutie van het Vlaams Belang aangaande stalking. Maar op vraag van de indieners wordt dit met 2 weken uitgesteld. Dus nog eventjes terugkomen op de waarmee we eigenlijk aan het einde zijn van onze werkzaamheden vandaag. Ik wil u juist nog meedelen dat inderdaad volgende week wij een fysieke vergadering zullen hebben hier in het Vlaams Parlement. En we zullen om 12:00 beginnen met de ombudsman.
We zullen daarna de debriefing doen met de minister-president over het overlegcomité van nu vrijdag. Dat zal dus volgende week. Alleen, dinsdag zullen we kunnen spreken over het comité van nu vrijdag. Daarna zal de minister-president een aantal vragen beantwoorden die nog openstaan. En dan gaan we daarna ook nog de vragen aanvatten met mevrouw Demir. Dus bereid u voor. En voor degene die dat toepasselijk is, vraag thuis een nachtvergunning. Zo. Als er voor de rest geen vragen zijn van de leden, dank u hartelijk voor uw aanwezigheid vandaag en uw medewerking. En zie u graag terug in van de volgende dagen. Tot dan.